Breda Nu. Mijn naam is Comio Bekers en we staan hier in de Belkrum. En dit is Neighborhoods, de trade-off. We beginnen vandaag met een pen. Deze gaan we proberen te ruilen naar iets waardevolles. Dat gaan we doen in de Belkrum. Zijn de mensen hier bereid om ons te helpen? En wat zijn hun verhalen? Kijk, geef ik die aan. Geef ik die aan jou? Ja, even, ja, helemaal goed. Hartstikke bedankt. Wat denk je van een compleet skateboard? Ja, nou, als dat zou kunnen, dan zou dat echt... zeker. Oh, dat zou echt helemaal geweldig echt zijn. Top. Zojuist zijn we op Pier 15 geweest. Hebben dit hele vette skateboard gekregen. Ik vraag me alleen af of we dit nog op straat zouden kunnen gaan ruilen. En nu hadden we gezien dat hier een barber zat. Een echte, ouderwetse barber. Dus gaan we kijken of we misschien hier zouden kunnen gaan ruilen. Misschien hebben we dan meer kans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Kan je jezelf een beetje voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Stefan, 26 jaar. 3,5 jaar zelfstandig ondernemer nu als barbier in de Belkrum. In de Belkrum? Yes. Waarom ben je hier in de Belkrum terechtgekomen? Nou, ik was op zoek naar een locatie. Ik had goede verhalen gehoord over de Belkrum. De vorige eigenaar was ook een herenkapper en ja, die moest met vervroegd pensioen. Mm-hmm. Dus was voor mij een mooie kans. De Belkrum, ja, bevalt heel goed. Heel goed, ja. Het is een hele leuke wijk. Hele leuke omgeving, leuke buren. Dus ja, niks te klagen. Nee, nee. Waarin wij anders zijn dan anderen is vooral zodra je binnenkomt, merk je het al meteen. Het is niet alleen maar een stukje knippen. Het is vooral ook klantgerichtheid, gezelligheid, ook collega's onder elkaar. Ja, je stapt eigenlijk in een soort van huiskamer. Ja, ja. En dat is voor ons de succesformule. Kijk. Ja, merk je dat het lekker loopt zo? Ja, zeker. Ja. Ik ben alleen begonnen en we staan nu met z'n drieën. Dus, zo, ja. Dus dan gaat het al de goede kant op gegaan. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, we zijn hier gekomen met een reden. We zijn hier dus in de Belkrum een ruilspel aan het doen. Ja. En zojuist zijn we bij Pier 15 geweest en hebben een heel tof ding gekregen. Dit skateboard. En ik denk dat het wel heel goed hier in de zaak zou passen misschien, hè? Zeker weten. Die kunnen we wel ergens ophangen. En dus eigenlijk mijn vraag. Zouden wij dit mogen ruilen voor iets, misschien iets meer waardevol? Nou, ik heb wel iets. Ja? Is dat zo? Ik heb hier een hele oude handtondeuzen. Dit is een echt vintage onderwerp. Zo. Hier, deze gebruikten ze vroeger, toen ze nog geen elektrische tondeuzes hadden. Dus dat is wel heel lang geleden dan zeker? Ja, dus je kan hem ergens neerleggen. Wij hebben er ook een paar hier in de zaak opgehangen als kapstok ter decoratie. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, wat vet. Het is echt een collectors item. Zo, dat is wel heel tof. Nou, zou dat mogen? Ja, dat is goed. Dan krijg jij die van ons terug. Nou, dankjewel. Dan ga ik mezelf hiermee scheren. Helemaal goed. Hey, dankjewel. Top. Ja, jij bedankt. En tot de volgende keer. Yes. Ja, dankjewel. Komt goed. Yo. De tondeuze is heel erg vet, maar Camiel dacht dat hij hem bij SBK Kunstuitleen misschien wel voor iets nog uniekers zou kunnen ruilen. Hallo, waar zijn we nu en wie bent u? Ik ben Rut Vos en ik ben hier vestigingsmanager van SBK Breda. Mm-hmm. Wij zijn kunstuitleen van Breda en daarnaast een galerie. En kunstuitleen, wat houdt dat precies in? Je moet het eigenlijk zien als een bibliotheek voor kunst. Je kunt bij ons voor een klein bedrag per maand een kunstwerk lenen. Zo vaak omruilen als je wilt. Het is dus eigenlijk de ideale manier om te experimenteren met kunst in je eigen huis. Oké. Okay. En ja, hoe gaat dat precies te werk dan? Komen mensen hier binnen? Kunnen ze lenen? Hebben ze een bibliotheekpas? Je kan hier binnenkomen, kunstwerk uitkiezen uit onze collectie. Okay, maar je kan ook via onze website werken, bekijken en reserveren en dan hier komen afhalen. Okay. En je kan het eigenlijk direct mee naar huis nemen na inschrijving. Ja.
En is dit de enige locatie of zijn er meerdere locaties? Wij zijn onderdeel van een keten. We hebben ook nog 2 locaties in Amsterdam. Okay. 1 in Dordrecht en 1 in Tiel. Hoe lang zitten jullie hier dan? Wij zitten op deze locatie nu 1,5 jaar. Oké, ja. Ja. In de Belkom. Maar als organisatie bestaan we al heel veel langer. Ja. We zijn volgend jaar ons 65 bestaan. En jullie zitten dus nu 1,5 jaar in de Belkom. Hoe gaat dat? We hebben het heel erg naar ons zin hier. Mm-hmm. We zitten op het terrein van voormalig fabrieksband Klaas Jansen. Wat echt de culturele hotspot is op dit moment in Breda. We werken veel samen met organisaties hier op het terrein. Ja. Dat is ontzettend leuk. Ja, precies. Want ja, er is echt een cultureel hoekje hier volgens mij in de Belkom. Ja. Ja. Ja, we zijn hier dus bezig in de Belkom met een soort ruilspel. Het is best ouderwets ruilspel. We zijn begonnen met een pen en we proberen nu heel erg te ruilen met de mensen hier in de Belkom. En we zijn zojuist bij de barber geweest en heb ik een heel oud scheerapparaat gekregen. En ik vroeg me eigenlijk af, heeft u iets wat we hiermee zouden kunnen gaan ruilen? Ik denk dat ik wel iets heb. Zo. Zouden we hem kunnen ruilen tegen dit werk van Hubert Leidekkers. Okay. Misschien wel toepasselijk kunstenaar die hier in de Belkom werkt. Oh, oké. Okay, ja. Zo, ja, als dat zou kunnen, zou dat heel erg mooi zijn. Ja, dat is een hele grote ruil, ja. Maar zou dat mogen? Ja. Oh, helemaal top. Nou, geef ik u die? Gaat dat lukken zo? Kijk. Hier. Ja. Ja. Merci. En dan krijgt u die terug. Ja, het is wel een heel mooi skeer. Daar kunt u heel veel daarmee gaan doen. Ja, hartstikke bedankt. Ik geef u toch nog een handje. Ja, dankjewel. Nou, en tot de volgende keer. Wat een prachtig kunstwerk zeg. Maar, waar zou Camille iemand kunnen vinden die interesse heeft om hiermee te ruilen? Misschien bij Stek? Stek is een tijdelijk bedrijventerrein voor creatieve ondernemers. Vooral start-ups, ondernemers die net beginnen of ondernemers die klein willen beginnen. En wij bieden kavels aan waar je zelf kan bouwen. Maar wij bieden ook units aan die mensen kunnen huren om hun onderneming te starten. Dus hier zitten allerlei verschillende ondernemingen, kan je hier vinden? Ja, dat is ook de bedoeling dat de ondernemingen zich onderscheiden van elkaar. Dus we hebben maandelijks een pitch waarop je kan vragen of je hier mag komen ondernemen. En dan is het belangrijk dat je, als er een tatoeageshop is, dat er niet iemand nog gaat pitchen naar een tatoeageshop. Ja, okay. Dus we zetten ook wel in op veel variatie. Ja, precies. Ja. Voor mensen hier die wonen in de Belkom, wat brengt Stek nou precies? Goeie vraag. Ik zou ook denken om eens een keer te gaan babbelen met de buurt. Er zijn wel dingen waarvan ik denk van nou, we bieden wel heel veel waarde in de levendigheid op het terrein. En we organiseren ook events. We hebben dus een maandelijkse stekmarkt. En in bepaalde seizoenen kunnen mensen ook hun eigen oogst verkopen. Hè. Oh. Dus mensen in de Belkom die een courgettes hebben geoogst, hebben vaak 10 kilo's in één keer. Maar ook handwerk kunnen ze verkopen. Ja. Dus het is een heel laagdrempelige manier van ondernemen. Dus particulieren kunnen zich daarop aanschuiven. Maar ook de mensen in de buurt kunnen komen kopen. En we hebben bijvoorbeeld meerdere festivals. Het Circus Festival is hier ontstaan. Het is echt een heel groot festival waarbij heel terrein overgenomen wordt door circusartiesten. Ja. Er komt een grote tent te staan. We hebben een kinderkringloopwinkel bijvoorbeeld, waar mensen hun speelgoed kunnen brengen en kleding kunnen brengen. Een hele bijzondere plek dus. We zijn hier in de Belkom dus bezig met een ruilspel. En we zijn begonnen met een pen. Die hebben we helemaal doorgeruild. Uiteindelijk hebben wij een heel mooi kunstwerk gekregen. En ik zou me eigenlijk afvragen, heeft u misschien iets wat we daarvoor zouden kunnen gaan ruilen? Ik heb het kunstwerk nog niet gezien. Nee, maar ik kan die soms wel even laten zien. We zitten nu namelijk in een truck, dus dat gaat een beetje lastig. Ja. Maar okay. Heeft u misschien iets wat... Ja, we hebben wel iets. We hebben wel een ondernemer die hier iets heeft achtergelaten. Oh. En ik denk dat dat wel heel een mooi cadeau is voor jullie. Of een mooie ruildeel. Ja, is dat zo? Oké. Kan je wel even laten zien? Nou ja, is goed. Laten we gaan kijken dan. Ja. Oké. Okay. We hebben dus bij SBK een heel mooi schilderij, of nou geen schilderij, een kunstwerk gekregen van Hubert Leijendekkers. Kijk, geweldig!
Ik weet niet of je hem kent. Ja, dat is een kunstenaar uit de Belkrum. Ja. Ja, ik vraag me dus eindelijk af, heeft u iets wat we hier tegen kunnen gaan ruilen? Ja, dat heb ik. Ja, heb je dat? Heel mooi. Dus moeten we even een stukje verder lopen. Lopen we even een stukje verder. Ik heb een heel mooi paars huisje voor je. Een paars huisje? Een paars huisje. Is dat zo? Hier heb je de sleutel. Is helemaal voor ons? Ja, voor jullie. Nou, ja, zo. Kunnen we even binnenkijken? Ja, zeker. Oh, hij is open voor mij. Ja. Zo. Ja, dat is helemaal geweldig. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dit is natuurlijk wel het ultieme uiteindelijke resultaat van ons ruilspel. Uiteindelijk hebben we dus een tuinhuisje kunnen fixen. Nou, helemaal geweldig, ja. Ja, nogmaals, hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan. En, veel plezier mee. Ja, ik ga er gelijk in zitten. Ja, is goed. Nou, dankjewel. Hey, tot ziens. Plezier. Dit was de eerste wijk van Neighborhoods Tweedaf. We zijn begonnen met een pen in Belkrum en zijn uiteindelijk uitgekomen op een huis. Dat is natuurlijk heel erg vet. Dit gaan we gewoon nog een keer proberen in de volgende aflevering. Dan gaan we naar de heuvel, gaan we weer beginnen met een pen en kijken waar we dan op uitkomen. Ik zie jullie heel graag in de volgende aflevering. Door recente omstandigheden is het niet mogelijk om door te gaan met het filmen van Neighborhoods The Trade-Off. Helaas betekent dit dat er in de komende maanden geen nieuwe afleveringen komen van onze show. We hopen zo snel mogelijk weer terug te keren en de andere wijken in Breda in te gaan. Bedankt voor het kijken en voor al jullie support. Breda Nu.